Zaten nabestaanden bij in dit proces? Wat voor dag was dit voor hen? Dit was voor hen een zware dag, maar daar hebben ze goed op voorbereid. Mm-hmm. En ja, ze zijn tevreden. Niet blij, maar wel tevreden met de uitspraak. Of met de strafeisen. Ja. Alleen ja, hoezeer ook, ze krijgen niet wat ze graag willen hebben. En dat is antwoorden. Ja, want dat zagen we ook in het begin. De vader van het slachtoffer van Carlo dus ook zeggen. We willen gewoon dat jullie je uitspreken. We willen dat jullie helderheid geven hier. Maar de verdachten die houden hun kaken echt stijf op elkaar. Hè? Ja. Wat doet dit? Met de ouders van Carlo. Ja, dat is frustrerend voor hen. Er zijn meerdere momenten geweest dat de verdachten op hen aangesproken. Het OM heeft het bij een vorige pro forma zitting al gedaan. De rechter heeft het bij de eerste zittingsdag gedaan. We hadden nog de hoop dat wellicht het spreekrecht van cliënten zo aan de dijk zou zetten. Mm-hmm. Daar hebben ze eigenlijk alle drie een beroep gedaan. En de vader niet alleen op de jongens, maar ook op hun ouders. Maar ja, dat heeft niet mogen baten. Nee. Rutger Jeuk, als we dan kijken naar hoe deze jongens zich gedragen, geen helderheid geven, eigenlijk gewoon blijven zwijgen. Weegt dat zwaar? Ja, dat weegt zwaar. En dat heeft natuurlijk, mag je als verdachte zeggen van, nou, je hoeft niet mee te werken aan je eigen veroordelingen. Dat is in elk land zo ongeveer zo. Mm-hmm. Maar in dit geval is het niet alleen zwijgen, maar ook nog gewoon zeggen dat het niet zo is. En wat je hier ook nog eens doet... Ja, dat deed Saniel B, hè? Ja, die zei, wijs niet naar mij, maar er is iemand anders. Ja, op meerdere punten zijn er wel leugens te ontdekken. Zoals? Nou, bijvoorbeeld op een van de eerste zittingen heeft hij gezegd van, nou, ik heb zelf de schoenen waar DNA op aan is getroffen, heb ik zelf aan de politie gegeven. Maar de werkelijkheid was... En dat zei de politie toen ze dat hoorde op zitting van, wacht eens even, maar zo ging het niet. De politie was daar naar huis gegaan, kreeg van hem de schoenen aangereikt. Maar de politie is verder gaan kijken wat er nog in de kast zat. En trof daar de schoenen aan die op de camerabeelden waren te zien. En daar zat het DNA op. Dus de verkeerde schoenen gegeven. Hij heeft de verkeerde schoenen gegeven. En vervolgens wordt hij daarmee geconfronteerd en zegt hij dat de politie achter ligt. Ja, en zo zijn er meer van die leugens in deze hele zaak. Maar die leugens, ja, waarom doe je dat? Om de waarheid te bemantelen. Ja, maar goed.